Mijn naam is Charles de Plager. Hier, in Abyssinia, heb ik mij mogen verbazen over vele zaken. Ik heb mystieke watervallen gezien, de bevreemdende uitdossingen van inboelingen en wezens uit het dierrijk die ik tot dan alleen op platen zag. Het zijn de dingen waar dromen van gemaakt zijn. Prachtige visioenen, maar ook de grootst mogelijke schrikbeelden zijn hier bewaarheid geworden. Met mijn laatste ademtochten laat ik mijn memoires optekenen, opdat de wereld niet geheel ten onder zou gaan aan de gruwelijkheden die zich hier afspelen. Wauw! Meenemen? Ja. Hey! Hey, strafhangers. Zo, hoe was het? Koud. Ja. Oh. Ja. Kijk eens wat ik gevonden heb. Ja. Hoe is voor je verjaardag. Nou, ja, dat is het even. Kon het eraf? Het lag op het strand hoor, sorry. Hé, hey, gierigaard. Als wij nou eens even lekker gingen vissen, ja, dat lijkt me veel beter plan. Goed idee, kom. Doe maar, mannen. Hey, ja, heel veel plezier met die fles. Bedankt, hè. Kom, vissen veel plezier. Ik pak even een frisje. Na slechts enkele uren van formeren en kuchen vertonen de inboelingen reeds uitbreidende puisten over het gehele lichaam. Niet meer dan 2 dagen hierna overlijden zij telkens. De kinderen, de vrouwen en zelfs de krachtige mannen. Geen van hen ontkomt aan dit gruwelijk lijden met de dood tot gevolg. Oh, ik kan niet wachten tot ze ontwikkeld zijn. Toch heb ik mij gedurende mijn ziekbed toegelegd op het vinden van een remedie. Nu weet ik dat deze niet bestaat. Ja, dat is wel mooi hoor. Santé. Nou, maar ik zweer het, dames. Jan, die haalt hem binnen. Ja, dat is echt zo'n knoppert. Zo'n vis. En zonder Peter had ik het gewoon niet voor elkaar gekregen. Echt, ik... Hij stond te harken. Ik moest hem gewoon op hier grijpen. Om zijn nee. Ja. Maar we hebben hem teruggegooid, hè? Echt? Ja. Maar we weten nu waar ze zitten. Dat is een super stekkie. Ik heb morgen weer. Morgen en dan, een beetje. Ik zeg gewoon op de grill. Barbecuen. Ja. Nou, weet jij wat wij morgen gaan doen? Zwemmen. Prima. Barbecuen. Na het overlijden van dokter de Plager heb ik getracht zijn levenswerk voort te zetten. Helaas, ik moet mij aan hem en aan u, lezer, verontschuldigen. Ik vrees dat ik ook niet lang meer onder u zal zijn. Aan allen die dit lezen, vlucht, mijd Abyssinië, verbrand de schepen en dorpen achter u, als u kunt. De mensheid wacht een desastreus lot.
aldus opgetekend namens dokter Charles de Plager, Louis van der Laan, scribent.